Na een tocht van circa 8 uur arriveerden 20 fakkeldragers van de Weibosse loopgroep op bevrijdingsdag om 12:30 bij de Sint-Isidoriskapel op Zorghoeve het Binnenhof in Schijndel. De komst naar de kapel was een dankbetuiging aan de sponsoren die voor vervoer hadden gezorgd. De tocht ging verder naar Weibos om bij Casa del Arte het vrijheidsvuur te ontsteken. Natuurlijk met het vrijheidsvuur dat ze woensdagavond bij Hotel de Wereld in Wageningen in ontvangst hadden genomen tijdens een indrukwekkende bijeenkomst. Ja, dat was wel mooi. Stonden tussen ruim 80 loopgroepen stonden daar opgesteld. En iedereen krijgt het bevrijdingsvuur uitgereikt door de burgemeester van Wageningen. En die mensen die het verst moeten lopen, die worden krijgen het eerst het bevrijdingsvuur. En zo waren wij nummer 62 die aan de beurt waren van de 80, 85 loopgroepen. Maar 70 kilometer gelopen? Ja, 70 kilometer. We doen een estafettevorm. Elke 5 kilometer hebben we een wisselpunt. Dat is wel zorgvuldig uitgezet en ook warme wisselen dat het veilig is waar het gebeurt. En daar staan weer de volgende lopers klaar om de volgende 5 of 10 kilometer te lopen. Iedereen mag het zelf invullen. Of een keer rusten en dan weer een keer lopen. Dus iedereen mag invullen hoeveel en hoe lang dat je wil lopen. Heb je dan ook vrijheid in je gedachten? Ja, kijk, vrijheid in je gedachten. Dus zijn veel mensen die ervaren niet zo goed, of die weten niet zo goed hoe goed dat wij het hier hebben. De vrijheid die we hier hebben. Als je Oekraïne in beschouwing neemt, dan zie je pas echt wat vrijheid betekent. Die mensen die leefden 3 maanden terug hetzelfde als wij hier. En nu moesten ze vluchten. Want er valt er gelijk een boom in de achtertuin, bij wijze van spreken. En dan moesten ze vluchten voor de leven. Dus zo snel kan het gaan. En dan is het fijn dat je dit bevrijdingsvuur op kunt gaan halen? Ja, dat is super fijn. Niet alleen voor de Oekraïne, maar ook gewoon voor ons de vrijheid. Want het betekent ook toen wij bevrijd zijn, zijn er toch duizenden jongens van in de leeftijd 17, 18, 19 jaar die hun leven gegeven hebben voor ons. En dat wordt wel eens vergeten, maar die jongens kwamen ook uit Engeland, uit Amerika, uit Canada, uit Polen, ja, allerlei landen. En die hebben voor ons gevochten. En dat wordt ook nog wel eens vergeten. Als wij ergens anders gaan vechten, dat voor die mensen, hun hebben dat voor ons gedaan. En daar hebben wij onze vrijheid aan te danken natuurlijk, aan die mensen. Toen het vrijheidsvuur eenmaal brandde, kon de vrijheid gevierd worden. En die begon met een vrijheidsmaaltijd. Een vrijheidsmaaltijd, de naam zegt het al. Want hoe belangrijk is het dat wij die vrijheid kunnen en mogen vieren. En ja, de laatste jaren zeg maar, vindt iedereen het maar normaal. Hè? Maar ja, wat er nou in Oekraïne gebeurt, dan komen we denk ik ook allemaal erachter dat vrijheid juist niet normaal is en een groot goed is. We vinden het normaal om een broodje te pakken. We vinden het normaal om een kop soep te pakken. Precies. Maar dat geldt niet voor iedereen natuurlijk en zeker niet in een oorlogsgebied. Nee. Ja, ik volg het natuurlijk ook in de media, ja, in de krant. Ik moet eerlijk zeggen, één keer een goede uitzending en dan stop ik. Want ik word er bijna depressief van wat er gebeurt. En dus ik sta ook volledig achter dat mijn rij staat ook vluchtelingen uit Oekraïne opvangt. En dat gaat misschien een aantal jaar ten koste van onze eigen woningzoekers. Maar je zou maar eens in dat gebied zitten, hè, waar het gebeurt allemaal in Oekraïne. Dus, Dan is het Bevrijdingsfestival ook een uitgelezen kans om mensen aan het denken te zetten. En dit jaar is het thema Geef Vrijheid Gezicht. Dus we staan hier bij mijn kunstproject. En samen met de mensen geef ik vrijheid gezicht. Dus we nodigen ze uit om erover na te denken. Wat betekent vrijheid nu voor jou? En die zin mogen ze op hun zelfportret zetten. En ze mogen een portretje maken, in de spiegel kijken. Hun eigen gezicht op doek zetten. En dan kiezen in de kleuren van Oekraïne een palet. Of in het blauw met geel. Of in het rood, wit, blauw, oranje. En zo organiseren wij een dagexpositie en geven wij met Weibos, Schijndel, vrijheid gezicht. Waar gaat de voorkeur naar uit? Naar welke kleuren? Tot nu toe is het meeste nog rood, wit, blauw, oranje. Maar in de, ik ben natuurlijk bij de mensen die op het podium allemaal op gaan treden van tevoren geweest. En die hebben dus hun portret al gemaakt. En die kozen heel vaak voor Oekraïne kleuren. En vooral de combinatie is hartstikke mooi om te zien. Wat is er vanmiddag en vanavond allemaal nog te doen? We hebben nu gekozen omdat 5 mei helaas geen vrije dag is voor iedereen om het programma door te laten lopen. Dus de podiumkunsten beginnen zometeen met het koor Betje Wolf. Daarna komt er een singer-songwriter, Peter Hellings komt, Line Hek. Allemaal vanuit hier Schijndel en Weibos en omstreken. En vanavond sluiten we af met 4 Blues, de grote band. En er is nog een troubadour met Brabantse liedjes, dus voor elk wat wils.
En dan maar hopen dat de mensen vrijheid een beetje in de gaten houden. Zeker mensen, dat is natuurlijk heel belangrijk. Sowieso willen we er vandaag bij stilstaan, maar we willen het ook vieren met alles wat er aan de hand is. Ook Melina dacht na over vrijheid toen zij een zelfportretje maakte. Om te laten zien ook wat vrijheid voor jou ook betekent. Ook. Wat vrijheid voor mij betekent ook. En wat betekent vrijheid voor jou? Dat je jezelf kan zijn. En dat je gewoon mag doen wat je wil. Dit portretje dat komt direct hier tegen de muur aan te hangen. Ja. Ik heb er daar al eentje hangen, want ik heb er een vorige keer ook al een keer eentje gemaakt. Is het een leuk portret geworden? Ja, vind ik wel. En vandaag een speciale dag? Ja, want het is vrijheidsdag natuurlijk. Want ja, en dat betekent veel voor mij ook wel. Een bijzondere betekenis hadden ook de Weibosse hartjes die tijdens het festival te zien waren. Daar ben ik 2 jaar geleden mee begonnen in de eerste corona-lockdown. Dus als verbindend kunstproject voor Weibos. Het was de bedoeling dat de mensen allemaal hartjes gingen maken. Nou, dat is aardig gelukt. Ja, zo'n 150 hartjes zijn toen ingeleverd. Die heb ik allemaal gebakken, geglazuurd en toen op panelen geplakt. Wat was jouw bedoeling daarmee? Het is eigenlijk de bedoeling dat creatief werken, daar kan je gevoelens in uiten. En heel veel mensen zaten natuurlijk ineens allemaal thuis. En er waren mensen ziek, dus je kan je eigen gevoel erin kwijt. Maar je kan ook door middel van een boodschap in een hartje iemand anders een hart onder de riem steken. En zo konden we elkaar een beetje motiveren in die toch rare periode. En die hart onder de riem steken, is dat ook gelukt? Ik denk het wel, want als ik ook zie hoeveel leuke reacties er kwamen, want het is uiteindelijk een wandelroute geworden. En ook als je de mooie boodschappen ziet op de hartjes, dan denk ik toch dat veel mensen er iets aan hebben gehad. Hartjes, 2 jaar geleden gemaakt tijdens de coronacrisis. En nu als hart onder de riem voor mensen die lijden onder het oorlogsgeweld. In de hoop dat ook zij heel snel hun vrijheid kunnen vieren.